Je krijgt nooit een situatie waarin kindertjes met rood haar niet worden uitgescholden. Kun je nog 100 lessen tegenaan gooien dat hele aardige kindertjes zijn. Die niks misdaan hebben, maar ja, hoe zit de wereld? Wij zijn een groepsgebonden dier. Dus val je op wat voor manier ook buiten de groep, dan word je raar aangekeken. Wat de redenen van het buiten de groep vallen ook zijn. Dat is niet totaal te elimineren. Je kunt dat zoveel mogelijk proberen. Ik ben zelf een goed voorbeeld van iemand die zijn hele jeugd geplaagd is. Tot ik eindelijk op de gymnasium kwam en daar zaten andere jongetjes die ongeveer zo waren als ik. En die wel waar ik het goed mee kon vinden. En bovendien hield die typische gewelddadigheid op die bij jonge kinderen natuurlijk een rol speelt. Het Verlossen, kunt u mij horen? Dan iemand die, je had het over Kaag. Weet je nog wat je over Kaag zei? Nee. Dat je haar houding wel... Ja, dat vind ik wel lollig, ja. Ja, ja. Oh, je bedoelt die afstandelijkheid. Dan. Licht autistische arrogantie, zegt iemand. Zo heb je dat schijnbaar gezegd. Waarom is dit nodig, deze beschrijving? Mensen met een autistische beperking, die hebben al zo'n maatschappelijke stempel. Ja. Dit soort uitspraken zijn enkel maar stempelversterkend. Zou je Maarten willen vragen hierin sensitiever te zijn? Ja, ik wil niemand kwetsen die een autistische storing hebben. Ik bedoel hier, ik gebruik hier het woord autisme in de niet-klinische zin van dat woord. Misschien is dat niet verstandig, maar omdat het zo'n... Ik heb ook altijd begrepen dat het autisme-spectrum eigenlijk ontzettend breed is van, laten we zeggen, mensen die een beetje stijfjes zijn, loopt tot mensen die knettergek zijn. Mag ik ook niet zeggen dan... Nee, mijn excuses bij voorbaat, dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ook als ik zeg gek, bedoel ik niet dat iemand schreeuwend moet worden opgenomen in een zo'n vest. In een gekkenhuis. Nee, ik bedoel, mensen die gek zijn, of die ik als zodanig beschrijf, die hebben, naar mijn gevoel, een rare relatie met de werkelijkheid. Dan iemand anders die zegt, Maarten moet gesponsord worden door NRC. Want sinds ik naar zo'n podcast luister, hebben we die mij inmiddels 2 maal een brief gestuurd met een abonnementaanbod. Oké. Ik heb precies 2 weken geen krant gekregen, zoals ik heb vermeld. Maar het interessante is, vanaf afgelopen maandag is de bezorging van 7 uur 's ochtends naar 7 uur 's ochtends gegaan. En sinds die tijd krijg ik weer een krant. Dus ik heb maandag en dinsdag heb ik een krant gekregen. Ja, ik vind het altijd gek dat er dus nu geen krant... Vandaag ook alleen natuurlijk, de ochtendkrant, ja. Ja, want dat hebben ze gisteren kunnen maken. Toch? Want nu wordt er vandaag ook een krant gemaakt voor morgen? Omdat het de feestdag is? Ik heb geen flauw idee. Ik denk het toch wel... Ja. Die kunnen niet aan de speciale dagen blijven, denk ik. Maar ik las een stukje dat ze het lastig hebben, omdat de bezorgers heel moeilijk te vinden zijn om de krant te bezorgen. Ja, dat zei ik al. Dus, ik begreep dus dat de bezorgers allemaal overleden waren. Ja. Althans, die mijn krant bezorgden, die waren overleden. Ja. Want gek genoeg kreeg ik de zaterdagkranten wel. Maar die worden op een totaal ander tijdstip bezorgd. Namelijk, bij mij weet dat, begin van de middag. Ja. Maar ze hebben dus zonder enige vorm van excuus of wat dan ook maar... hebben ze mij 2 weken lang de krant onthouden. Is het in Amerika trouwens echt zo dat ze de krant zo in de voertuig gooien? Dat zie je toch altijd? Ja, ik geloof het wel. Of, ja. Meestal hebben ze zo'n bus aan de straat staan, weet je wel. Zo'n doosje met een ronde bovenkant en dan is zo'n klepje aan. En dan kun je dan je krant in. Dat zie je altijd in films. Dan komt de bezorger en die gooit dan die krant zo. Dit is wel, dit is wel jaren 50 nostalgie. Ja, wat in Amerika natuurlijk de kranten... Papieren kranten zijn zo enorm sterk teruggelopen, ook in Amerika. We hebben nog iemand, ik weet niet wie dat is, even luisteren. Hoi, Huub hier uit Beuningen. Ik ben erg fan van de podcast en ik heb een vraagje voor Maarten. Namelijk, wat vindt hij van de emancipatie van de LHBTI-club? En vindt hij dat dit bijvoorbeeld onderwezen moet worden in het voortgezet of basisonderwijs? Ja, ik hoor het graag. Joep. Ik vind dat alle personen die, laten we zeggen, van zichzelf vinden dat ze niet precies passen in de gangbare doosjes. Die licht afwijken of misschien iets meer afwijken van het normale patroon. Dat die in volle gelijkheid moeten worden behandeld. In principe staat dat ook in onze grondwet. Dat ze gelijkwaardig moeten worden behandeld. Mits als dat niet het geval is, moet daar wel iets aan gedaan worden. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat de hele maatschappelijke orde en de hele maatschappelijke en media aandacht gericht moet worden op dit probleem. Dat vind ik ook weer niet. Nogmaals, het is heel duidelijk wat er moet gebeuren.
laat dat dan ook gebeuren. Mochten die mensen niet behoorlijk behandeld worden, dan is dat in strijd met de wet naar mijn idee. Laten ze dan ook. Dan moet er misschien wat juridische aanpak. Moet dat op de lagere school uitgebreid aan de orde worden gesteld? Ik ben daar niet zo'n grote voorstander van. Laat dat ook een beetje over aan, laten we zeggen, de algemene maatschappelijke orde en ook aan de ouders. Als ons iets duidelijk is geworden bij het falen van het lager onderwijs in Nederland, en dat is een vrij ernstige zaak toch, dan is het eigenlijk dat er, wat was het ook weer, 37 verschillende leerdoelen blijken te zijn die in de loop der tijden door onze samenleving zijn gedefinieerd. Laten we daar vooral mee stoppen. Het gaat op de lagere school om lezen, schrijven en rekenen. Dan mogen ze bij mij ook best een beetje aardrijkskunde en geschiedenis bij, maar dat een zorg dat dat beperkte pakket, dat de essentiële vaardigheden daar goed geleerd worden. En ook kan iets minder kringgesprek, iets minder gezelligheid, iets minder lawaaiige opwinding, dat kan helemaal geen kwaad. Richt je op de kernvaardigheden. Maar dat is de basisschool, maar op de middelbare school zou je hier toch een vak van kunnen maken? Ja, daar mag je, wat mij betreft, mag je er wel iets over zeggen. Maar ik vind wel ook dat het in de media buitenproportionele aandacht krijgt. Maar als je toch in de provincie komt. Het is gewoon mode. Het is in mode om daar eindeloos over te lullen. En ik ben eigenlijk. Ik vind sowieso dat de media wel erg modieus gestuurd worden. Ja, maar dat zal niet veranderen, ben ik bang. Maar nogmaals, ik alle gelijkheid dient gerealiseerd. Maar je zegt wel, educatie is de kracht van herhaling. Dus je zou dit natuurlijk tussendoor kunnen krijgen door het constant maar weer te horen. Dan nog zul je nooit. Je krijgt nooit een situatie waarin kindertjes met rood haar niet worden uitgescholden. Kun je nog 100 lessen tegenaan gooien dat hele aardige kindertjes zijn. Die niks misdaan hebben, maar ja, hoe zit de wereld? Wij zijn een groepsgebonden dier. Dus val je op wat voor manier ook buiten de groep, dan word je raar aangekeken. Wat de redenen van het buiten de groep vallen ook zijn. Dat is niet totaal te elimineren. Je kunt dat zoveel mogelijk proberen. Ik ben zelf een goed voorbeeld van iemand die zijn hele jeugd geplaagd is. Tot ik eindelijk op de gymnasium kwam en dan zaten andere jongetjes die ongeveer zo waren als ik, en die waar ik het goed mee kon vinden. En bovendien hield die typische gewelddadigheid op die bij jonge kinderen natuurlijk een rol speelt. Op de lagere school werd je gewoon op je bek geslagen als het ze niet beviel. Maar jij denkt niet dat de juf gewoon de klas daarvoor een les had gegeven, dat ook als je een beetje raar bent, dat je dan niet op je bek geslagen moet worden? Nee joh, bij natuurlijk eerder het tegendeel zou ik zeggen. Okay. Dan weet je heel weinig van jongetjes af als je dat denkt. heel weinig. En meisjes, ja, god, daar ben ik nooit bij, dus dat weet ik niet. Maar je bent nooit door meisjes geslagen, toch? Nee, maar wel uitgescholden of uitgelachen, zeker wel. Ook door meisjes? Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Groepen die formeren zich en de hiërarchie van die groep wordt ook bepaald door de mate waarin de leiding van die groep dit soort van dingen doet. En de meelopers die doen gewoon mee. En bij de buitenlanders, vind je dat die, als die hier naartoe komen, dat die moeten les krijgen in hoe wij hier met homo's, lesbiennes, drag queens, noem maar op, omgaan? Nou, een inburgering lijkt mij prima. Die was wel waardeloos georganiseerd in Nederland. Die moesten ze zelf betalen en daar deugde in feite geen kloot van. Dus ik zou zeggen, zorg dat op orde is. Ja. Ik zag de koning moest ook met drag queens dansen. Heeft ze dan zo snel mogelijk de gelegenheid om te werken, want dat is de beste inburgering. Ja, dat gaan de Oekraïners nu ook doen, hè? Hier. Ja, maar die hebben waarschijnlijk betrekkelijk weinig problemen. Hun grootste probleem is dat veel Oekraïners geen Engels spreken. Maar ik begreep, als je in die IT zat of anderszins, dat je hier eigenlijk minder van heel makkelijk aan het werk kon komen. Maarten, je bent laatst in Winschoten geweest, in de Klinker. Ik wil je complimenteren voor het feit dat je meerdere keren positief hebt uitgelaten over Winschoten. Oost-Groningen wordt vaak op de kaart gezet als probleemgebied. Toch is het in Oost-Groningen zo slecht nog niet. We hebben hier rust en ruimte. En als je daarvan houdt, is het hier prima leven, zegt Johnny van Zonneweld. Ja, dat heeft hij groot gelijk. En dat wordt natuurlijk in de periferie van het vaderland, dat we zeggen buiten de Randstad, die langzaam, laten we zeggen, naar buiten zich naar buiten ontwikkelt. Maar goed, er wordt in de periferie van het vaderland vaak geklaagd over dat ze perifier zijn en niet zo serieus worden genomen, dat er niet naar ze geluisterd wordt, de bekende klachten. Maar ze hebben ook grote voordelen. Hè? En dat is dat je bijvoorbeeld, als je naar Winschoten rijdt, dat je daar overal je auto kunt neerzetten.
Ja. Zonder dat je meteen een bekeuring krijgt. Dat je de ruimte van Groningen, niet waar, als je daar ooit geweest bent. Dat heeft ook zijn attracties. Ja, leuke studentenstad is het ook. Ja, wat dat betreft was ik niet kapot van Groningen, maar dan, je hebt het over Groningen, we hebben het nu over Winschoten. Ja, de provincie anders. Groningen is dat, ja. Dat is weer heel wat anders dan Groningen. Ja, dat klopt. Dus ja, als je ruimte en rust, hij formuleert het prima. En dat heb ik toen proberen uit te leggen, dat armoede in Nederland, of betrekkelijke armoede, of laten we zeggen, de plaatsen waar geen uitgesproken vitaal economische ontwikkelingen gaande zijn, dat die er in Nederland niet armoedig uitzien. In Amerika wel. In Amerika, sowieso ziet Amerika er vaak verrassend armoedig uit. Dat hebben wij veel minder dan de Verenigde Staten. Ik heb dat in Nederland wel eens gedacht van, dit ziet er wel heel behoerd uit. Dat was Rotterdam-Zuid, als ik het me goed herinner. Wat ik daar deed, ben ik ook alweer vergeten. Maar Rotterdam-Zuid is, dacht ik, het grootste aaneengesloten armoedegebied van Nederland, waar we al veel geld in gepompt hebben. Ik weet niet hoe het er nu mee staat. Maar goed, Winschoten ziet er prima uit. Niet zo, heb je ook in de Achterhoek, dan weet je, dat is niet een van de meest economisch vitale delen van Nederland, maar het ziet er keurig uit. Ja. Dus als je rust wil, inderdaad, en dan natuurlijk gezien de huizenprijzen, ook een probleem wat Nederland, hè, toch een verder redelijk georganiseerd land, maar de woningnood hebben we tot op de dag van vandaag, die was er in 45 en die is er nu nog steeds. Ja. Je ziet het in Amerika ook als je Manhattan uitgaat, hè? Dan wordt het ook wel armoediger. Oh, verschrikkelijk. Vooral natuurlijk ook Brooklyn, als je dat begin van Brooklyn, dat is hartstikke duur en dat is helemaal verjupt. En je dan Brooklyn verder inrijdt, hè, dan denk je, wat een shabby boel, van shabby is het. Ja. Ja, Amerika, eigenlijk een tragisch land. Als je zoveel mogelijkheden hebt, als je zo rijk bent, niet waar, en dat je dan geregeerd wordt door Trump, door Elon Musk, door werkelijk een bende volstrekt de halve raar. Jimmy Biden. Ja, oké. Dat is waar. Maar ja, hoe lang zit hij er? Dat is de grote vraag eigenlijk. Ja, ja. Het systeem is toch gedestabiliseerd geraakt. Ja. Even kijken, dan hebben we deze meneer. Beste Jesse, Maarten, Tom en Rossum. Ik dacht, ik spreek jullie aan als vier personen, omdat het altijd zo gezellig lijkt bij jullie in de auto. Ja, het is ongekend. Mijn naam hoor. Is Charlie Bomeiring en ik ben afkomstig uit Haarlem, waar veel van de vragenstellers in jullie podcast vandaan komen. Ik was benieuwd naar wie de keuze heeft gemaakt voor de intro en outro tune van jullie podcast. Is die door Maarten zelf gemaakt? En wat vindt hij eigenlijk van die tunes? Een aantal podcastafleveringen geleden meldde Maarten dat hij zeer ontroerd werd door romantische pianomuziek, waaronder die van Schubert. Hij deelde ook mede dat hij minder gecharmeerd was van twaalftoonsmuziek, oftewel dodecafonie. Ik zou graag willen weten waarom die muziek hem minder kan bekoren. Hoewel die ook voor een groot deel voortgevloeid is uit de romantische muziek waar Maarten zo van houdt. Graag een antwoord en alvast hartelijk dank. Charlie Bomeiring. Ja, het is een hele verhandeling. Ik kan hem geruststellen. Ik heb niks te maken met de intro en de outro muziek. Dat is jouw werk. Dus, Ik heb dus een keer gewoon op de Bonnefoy uitgezocht. Helemaal in het begin. Kijk, dat is nooit meer omgekeken. Op de Bonnefoy. Ja, ik hoor natuurlijk nooit de intro en de outro muziek. Ja, er zit een stukje in van, wat zeg je dan ook alweer? Oh ja, van Rossum kunt u mij horen. En dat komt nog uit van de eerste keer, denk ik. Of ja, zo. Dat we dat met Zoom hebben opgenomen. Ja. Dan moesten we verbinding maken en dan zei hij dat. En dat is daarin verwerkt en dat zit er nog steeds in. Ah. Oké, okay, dus al 2 jaar geleden of zo. Ja. Maar het muziekje, ik weet niet eens hoe het heet, maar ik krijg ook vaak berichtjes van mensen die willen dan het muziekstuk hebben om wat op school met de kinderen te spelen. Oh, het is ook wat. Oh, ze doen het ook op school. Ja, dus ik ga daar niet over. Het maakt me ook niet zo verschrikkelijk veel uit. Zolang het geen agressieve hip-hop is, nee, zit is ik er niet zo mee, eerlijk gezegd.
hoe het begint of eindigt. Eindigt het ook muzikaal of niet? Ja, het is hetzelfde geluidje dan en dan is het afgelopen. Oh, hetzelfde geluidje. Het is gewoon het einde van het muziekje aan het einde en het begin van de muziek aan het begin. Ik heb ook wel eens gehoord dat jij dan zegt van... je kunt op een knop drukken of je kunt zich abonneren of weet ik veel. Ja, dan kun je dus als je ons... Dat is voor dat podcast algoritme. Als je dus ons zeg maar volgt, net zoals je op Twitter mensen kunt volgen... Hoe meer volgers je hebt, hoe hoger je natuurlijk in die lijstjes komt. Dus daarom zeg ik dat altijd. Je moet volgers hebben. Ja, dat is natuurlijk fijn, want dan kunnen we Marcel van Roosmalen een keer verslaan. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat zou best een keer gebeuren, toch? Of niet? Ik hoop het. En omgekeerd, neem ik aan. Precies, ja. Want er zit wel beweging in die top van... Ja, nu staan we trouwens boven van Roosmalen. Maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies werkt. Waar dat mee het heeft natuurlijk met veel luisteraars te maken en met abonnees. Dat. En maar ook als je bijvoorbeeld... Want Pim Fortuyn staat nu met die podcast op 1. Ja, oké. Maar dat is dus een dagsuccesje. Ja, maar het is van NRC, hè? Het is van de kwaliteitskrant, die podcast. Dus die hebben ik hoop wel dat ze... Zijn ze wel een beetje kritisch op Pim Fortuyn. Ik heb er niet naar geluisterd. Oh, dan moet ik eigenlijk eens even naar luisteren. Ik proefde toch her en daar een soort ongelukkige neiging tot herwaardering. Terwijl ik zie het echt, ik heb het eerder gezegd, Pim Fortuyn is de grootste politieke ramp die ons sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen. Maar die pianomuziek, wil je daar nog wat over zeggen? Wat die man vroeg? Ja, over die 12-toonsmuziek, dat was eigenlijk niet dat ik eigenlijk enig verstand heb van 12-toonsmuziek. Nee. Feit is dat ik een grage luisteraar ben, zeg naar het ijzeren klassieke repertoire, laat het maar even zo noemen, dat de meeste zogenaamde heel moderne klassieke muziek, ik luister in de auto altijd naar Radio 4 en daar druk ik wel eens op de knop dat ik denk, nu is het mooi geweest, dit is voor mij veel te experimenteel, maar er is ook heel mooie moderne klassieke muziek, of er is ook heel mooie moderne klassieke muziek. Waarvan ik nu geen voorbeelden weet, want nogmaals, de enige waar ik een beetje verstand heb, krijg ik ook niet van. Maar waarvan ik iets weet, is het klassieke ijzeren repertoire. Waar de mensen voor het concertabonnement nemen. Dit is ook nog een vraag. Maarten, hoe beoordeel jij het functioneren van de ECB binnen de EU? En wat zijn volgens jou de belangrijkste instrumenten van Europa en de ECB om de dreigende stagflatie te beteugelen? Bart Lavrijsen vraagt dat. Nou ja, het instrument om die stagflatie te beteugelen is natuurlijk dat je de rentestand verhoogt. Maar dat is natuurlijk in Europa een lastige zaak, omdat voor Nederland is dat verder geen enkel probleem. Maar er zijn natuurlijk landen waarbij verhoging van de rentestand onmiddellijker rampzaliger wordt. Het is een beetje schipperen tussen verhoging van de rentestand en de rentestand zo laag mogelijk houden. En ja, alle economen verzekeren je dat deze inflatiepercentages, dat die tijdelijk zo hoog zijn en dat dat weer terug zal zakken. Dat dat toch te maken heeft met... Laten we zeggen, de verstoring van de wereldeconomie door de COVID-kwestie. Hm. Maar ik kan dat als niet-econoom lastig beoordelen. Ook hier geldt, laten we niet meteen overal in paniek over raken. Hè? Is dat zo verschrikkelijk dat die inflatie blijkt? Namelijk, de meeste dingen die zijn daar niet direct aan onderhevig. Die worden veroorzaakt door verhogere energieprijzen. Daar hebben we het al even over gehad. Ik vind dat... Ik ben tegen paniek. Wij leven in een panieksamenleving. We zijn eigenlijk altijd hysterisch. Ja, het is ook één onderwerp. En daar zijn we dan ook hysterisch over. Rustig aan, zou ik zeggen. Alles wordt wel duurder. Ja, alles wordt duurder. Ik weet niet, dat hoorde ik ook in de tijd toen de euro werd ingevoerd. Als ik het me goed herinner. Alles werd duurder. Nou ja, ondertussen worden wij ook weer rijker natuurlijk. Ja, maar wat betaal je nu bijvoorbeeld voor een frietje? Ik heb geen idee. We hebben hele lekkere kleine frietjes. Die koop je bij een supermarkt. Althans, die worden natuurlijk alles wordt tegenwoordig bezorgd. En die bakt mijn vrouw in die zonnebloemolie die geloof ik niet meer te koop is. Je gaat nu naar de frituur? Ja, die gaat voor de frituur. Ja, stop maar. Je gaat nu naar de snackbar om het friet te halen? Nee, dat doe ik nooit. Ik geloof, god, een snackbar. Hoe lang zou het geleden zijn dat ik bij een snackbar ben geweest? En dat moet wel een tijd geleden. Ik denk dat de laatste snackbar, daar werden we toe gedwongen.
Vanwege de, omdat we een leuk eetmomentje moesten hebben voor het programma met mijn broer, mijn zus en ik. Dat zal, en dat is altijd, ik denk dat mijn laatste snackbar bezoek door 10 jaar geleden of zo. Maar je maakt je kroketten ook zelf dan? Nee, maar die een enkele maal die bestel je in een restaurant. Dan. Ik bestel altijd, granalen kroketjes. Dat luistert nou. Die zijn ze niet altijd van topkwaliteit, maar er zijn erbij die echt geweldig goed zijn. Ja. Nee, ik ben geen snackbarbezoeker. Nee, ik dacht dat je altijd friet had iedere week, maar dat is dus gewoon friet uit de supermarkt. Ja, zeker, maar die maakt mijn vrouw. Ja, oké, sorry, ik dacht dat je het echt ging halen bij de supermarkt. Nee joh. Ze moeten sizzling hot zijn. Ze moeten, sorry dat ik weer Engels gebruik, maar ze moeten lekker warm zijn. Dan ben ik altijd hysterisch. He? Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.